De kermis van Tilburg is de grootste kermis van de Benelux. Jaarlijks wordt daar Roze Maandag gevierd. Nou, Roze Maandag is een verzameling van activiteiten op de maandag van de kermis in Tilburg. Op deze dag organiseren allerlei horecaondernemers en kermisexploitanten organiseren allemaal kleine acties die tezamen Roze Maandag vormen. En alle bezoekers die gaan daarin mee en het wordt één bonte kermis. Wat doen jullie hier op Roze Maandag? Nou, lekker op de kermis zijn en feestvieren. Lekker genieten van alle mensen om ons heen. Waarom is volgens jullie Roze Maandag anders dan een andere kermisdag? Omdat je nou op deze dag vooral aparte mensen ziet. Ja, dat er heel veel homoseksuelen komen. En lesbieën. En voor de rest weet ik eigenlijk niet zo heel veel. En strafstieten komen natuurlijk ook. Ja, het is wel een gezellige dag en ik vind het wel goed dat al die mensen voor zichzelf opkomen. En ja, ja ik weet gewoon, niet, het is gewoon het is ook grappig hoe je al die mensen ziet lopen en zo. Roze Maandag is van oorsprong echt een homo-emancipatie evenement. Die functie heeft het nog steeds, al is het op dit moment minder nodig in de samenleving. Nu gaat het veel meer om integratie dan om emancipatie. En daarom zie je nu ook dat veel meer alles door elkaar loopt. De homo-bezoeker, lesbo-bezoeker en bi-bezoeker gaat echt hand in hand samen met de hetero-bezoeker. En dit is echt een dag waarop je de verschillen viert tussen mensen, waarop iedereen samen er één groot feest van maakt. Ik hoop niet te zien dat er zoveel mannen met elkaar zoenen. Dat vind ik echt heel vies. Ja, of mensen die echt heel weinig aan hebben, zeg maar. Dat vind ik ook echt nasty. Is Roze Maandag op een blauwe maandag ontstaan? Nee, Roze Maandag is niet op een blauwe maandag ontstaan. Maar de dag na Roze Maandag noemen we tegenwoordig wel Blauwe Dinsdag.